Geruchtmakende zaak tegen verdachte Bunschoten van start. Ja. Lees jij zo'n artikel? Nou, misschien. We weten allemaal over wie het gaat. Binnenkort, ik ben geen lid van de Bunschoten, maar dat komt misschien later nog een keer goed. Ja, meneer Henk de Voeger, daar gaat het hier over. Ja. Ik heb hem ook zelf een paar keer persoonlijk ontmoet. Ik ben ook in dat gezin een keer geweest in huis. En als je dan dit hoort. Ja, ik weet niet of dat allemaal zwart-wit al bewezen is, dat hij dat heeft gedaan. Ik weet wel dat er ook wel eens zaken zijn geweest, zo'n politieagent op Texel, die toen door zijn dochter onterecht is aangeklaagd. En dat later ook op tafel is gekomen van het is een leugen geweest. Ik wacht dat verder af, ik heb daar verder niet echt een mening het over. Het is onder de rechter, zeggen ze dan. Ja, he? Ik vind het wel een beetje allemaal smeuïg en zo en dat het allemaal weer zo uitgebreid in de krant en zo moet. Dat is op zich wel. Lees jij dan liever Kersfest de nieuwe inwoner? Dat is een ja, ja. De eerste. Dat is de 21.000ste zoveel inwoner. Okay. Ja, dat is leuk nieuws. Oké, okay. Meneer van Schoop, we hebben even wat gestoeid over politiek en jouw aspiratie, inspiratie om eventueel een PVV op te richten. Ik wou het hierbij laten. We gaan nog hierna nog wel even door wat je allemaal gedaan hebt in Indonesië. Beste mensen, dit was over politieke zaken. In een volgend deel gaan we het hebben over RTV Internationaal met Peter Frans Koops in Indonesië en op Bali. Tot een andere keer. Dag.